Op het Münsterplein heeft burgemeester Henk van Beers donderdag 24 juni het indrukwekkende beeld Pas de Deux van beeldhouwtalent Lotta Blokker onthuld. De kunstenares zelf was ook bij de onthulling aanwezig en vertelde wat het voor haar betekent. Nou, het betekent ontzettend veel voor mij, want vooral dit beeld heeft een hele bijzondere betekenis voor mij. Het is gemaakt naar een model, een hele bijzondere vrouw, Koos. Die had ik gezien in de apotheek. En ik zag haar en ik dacht, wauw, wat een prachtige oude vrouw. En ik ben op haar afgestapt en ik vraagde, wilt u voor mij poseren? Ik heb een idee bij een beeld. En ja, dat deed ze. En ze deed het vol overtuiging. En ze heeft ontzettend haar best gedaan ook om te poseren voor dit beeld. En we zijn allebei zo blij met het resultaat. Er zit voor mij zoveel gevoel ook in. En dat is ook echt dankzij haar. En het is natuurlijk een droom dat, ja, dat zo'n beeld dan op zo'n publieke plaats staat, dat iedereen iedere dag kan zien en dat het ook blijft staan. Dus dat dit beeld langer blijft leven dan wij allemaal. En dat, ja, dat is waar je het eigenlijk voor doet. Dus het is voor mij echt heel bijzonder. De hoogbejaarde dame die model heeft gestaan voor het beeld was eregast. Het hele scheppingsverhaal, zal ik maar zeggen, van hoe een kunstwerk tot stand komt, dat is voor mij zoiets bijzonders geweest. Het is een wonder.